Je zou het misschien niet zeggen, maar we staan hier op het grootste exportproduct van deze regio. De zandmotor, want die gaat namelijk naar Engeland. Ja, dat is fantastisch. Het is ook leuk omdat ik zelf uit de regio kom. Dus het is ook iets regionaals wat ik kan vertalen naar Engeland en dat is hartstikke leuk. De zandmotor is 20 miljoen kuub opgespoten zand tussen Kijkduin en Terheide, dat door stroming en golven op een natuurlijke manier de kust bereikt en beschermt. De Engelse oostkust kalft geleidelijk af, waardoor een enorme gasterminal wordt bedreigd en sommige dorpen op termijn in zee verdwijnen. Het idee is dat er ongeveer 1,5 miljoen kuub zand, dat is meer dan een voetbalstadion vol, dat het op het strand wordt geplaatst. Ter plaatse beschermt het dan tegen erosie voor een gasterminal. En de natuurlijke processen die gaan het dan geleidelijk verplaatsen langs de kust. En dan komt het ook op het strand verder naar het zuiden toe in dit geval. En daar beschermt het dan ook de kust. In feite zetten we de klok nu ongeveer 20 jaar terug. En dat betekent dat die dorpen die zullen de tijd hebben gehad om zeg maar, landinwaarts verplaatst te worden. De Engelsen mogen zich op onze zandmotor verheugen, want het geeft naast bescherming ook recreatief plezier. Een mooi exportproduct dus. Ik ben super trots, omdat het volgens mij een Nederlandse uitvinding is om dit op deze manier te doen. Hè. Daar moet je echt lef voor hebben, volgens mij hebben we dat. En ik vind het ook heerlijk om hier te zijn. Dus als ik nu ga hardlopen, dan ga ik hardlopen. Maar zondag ben ik hier gewoon aan het kitesurfen. Oh. Ja, dus dat is een mooie bijvangst. Dus ik hoop dat ze dat dan ook in Engeland kunnen doen.